Oeh, ah! Het is ontzettend leuk om te draaien hier voor de held. We hebben echt een sterrenkast. En dat je dan zit, oh, dat is Suzanne Visser. Oh, ik kijk als Gooise vrouw sinds het zeg maar uit is gekomen, weet je. En Daan Schuurmans, ik was altijd verliefd op hem vroeger. En dat je denkt, wow, ik mag niet gewoon met hun in een film spelen. Dat is echt bizar. Geweldige productie vind ik en hele leuke acteurs. Echt, Hans Croizet en ik zijn de oudjes, zal ik maar zeggen. En voor de rest zit het op de bloem van de Nederlandse filmwereld zit er toch allemaal in. Ik vond het te gek dat ik mee mocht doen. Ik heb het boek gelezen, De Held, deze zomer. Ik vind het een fascinerend boek. Waarin, op een zeker moment komt er natuurlijk een house invasion in voor. En dat heeft ze zo ongelooflijk, Jessica, zo ongelooflijk heftig en intens beschreven. Dat ik er eigenlijk nooit zo over nadacht dat zoiets zou kunnen gebeuren. Maar de dagen daarop heb ik toch minder plezierig geslapen. Nee, het allerheftigste is al geweest. Dat was. Wat was dat? Dat was de aanrandingsscène. Ik heb die scène tussen Suus en Daan ook gezien. Ja, dat vond ik heel mooi. Spannend, hè? Hoe ze dat allemaal aan elkaar gaan plakken en knippen. Hoe heftig een onderwerp ook is om het te spelen, daar haal je dan ook heel veel plezier uit. Ja, het was heel gaaf om te doen, dat wel. Maar het was zeg maar, omdat je zat er dan zo erg in, dat het gewoon op het moment zelf wel echt heel naar werd. Gewoon echt dat het echt in je ademhaling ging zitten en dat je gewoon echt aan het huilen was. Omdat het gewoon, ja, dat was ook heel heftig. Maar het was wel een hele gaaf scène om op te nemen. Zeg maar, als hij voorbij was, dan was het ook, zeg maar, dan laat je hem meteen los en dan is het, nou, kom best nog een keer.